Welkom bij deel 3 van de Oasis Mandala. In deel 3 gaan we de 4 hoeken maken aan de mandala. Pak je haaknaald en je garen en we gaan gauw verder. Voor we verder gaan haken gaan we eerst steekmarkeerders plaatsen. En dat doen we boven een cluster van 5 stokjes samenhaken. Dan ga je rechtdoor naar boven. En daarboven plaats je een steekmarkeerder. Je gaat nu 31 steken tellen. En in steek nummer 31 ga je weer een nieuwe steekmarkeerder plaatsen. Dat is ook weer boven een cluster van 5 stokjes samenhaken. Vervolgens weer 31 steken gaan tellen. En in die 31ste steek komt weer een nieuwe steekmarkeerder. Dat is ook weer boven een cluster. Zo ga je helemaal rond totdat je 8 steekmarkeerders hebt geplaatst in totaal. In toer 1 beginnen we met de eerste kleur op de haaknaald. En dan starten we een steek na de steekmarkeerder. En dan in de eerste 2 steken gaan we 2 vaste samenhaken. De draad staat op de haaknaald. Dan ga je met je haaknaald in een steek na de steek van de steekmarkeerder. Pak je de draad op, omhoog, door naar de volgende steek, draad oppakken en omhoog, omslaan en door 3 heen halen. Dan heb je 2 vaste steken samengehaakt. In de volgende 26 steken ga je een vaste steek maken. Dus door naar de volgende steek. Dus 1, 2, 3, 4, 26 vaste in totaal. En nummer 26. 2 steken over voor de volgende steekmarkeerder. En die 2 steken gaan we ook weer 2 vaste samen inhaken. Dus 1 en 2. Die ga je samen haken, omslaan en door 3 heen halen. Toer 2 en we draaien ons werk ondersteboven en dan gaan we door met dezelfde kleur. De eerste 2 steken dan gaan we 2 vaste samen inhaken maken. Maar we beginnen eerst met 1 losse. Die telt voor niets, dat is alleen maar om een steek omhoog te brengen. In dezelfde steek omhoog halen, in de volgende steek draad omhoog halen. Omslaan en door 3 heen halen. En dan in de volgende 24 steken gaan we weer een vaste maken.
We houden nu 2 steken over aan het eind. En in die 2 steken komen dan ook weer 2 vaste samenhaken in. En dan maken we ook gelijk een kleurwissel. Dus de eerste steek oppakken en de tweede steek oppakken. Die gaan we nog even niet samen maar haken met dezelfde kleur. Maar we wisselen van kleur. Die draad pak je op. En dan trek je hem door 3 lusjes heen. De kleur waar je mee hebt gewerkt, die kan worden afgeknipt. We draaien het werk weer om. De goede kant ligt nu naar boven. En we gaan door met de nieuwe kleur. En we maken eerst 1 losse. Dat is alleen maar om een steek omhoog te halen. Die telt niet als een steek. In de eerste 2 steken gaan dan weer 2 vaste samenhaken in. In de volgende 22 steken komt 1 vaste steek. We hebben nu weer 2 steken over en in die 2 steken komen weer 2 vaste samenhaken in. Omslaan door 3 om samen te haken. Je hebt nu 24 steken gemaakt. We draaien het werk weer om. En we gaan verder met dezelfde kleur. En we beginnen eerst weer met een losse steek die niet meetelt voor een steek. En dan in de eerste 2 steken komen weer 2 vaste samenhaken in. 20 vaste maken. Dit is nummer 20. Dan houden we weer 2 steken over en daar gaan dan weer 2 vaste samenhaken in. En dan maken we gelijk weer een kleurwissel. Dus deze haken we samen met een volgende kleur. Nieuwe kleur om de haaknaald, doorhalen door 3 en de oude kleur knip je weer af. We draaien het werk weer om, gaan door met de nieuwe kleur. We beginnen weer met een losse die niet meetelt voor een steek. En dan maak je in de eerste 2 steken weer 2 vaste samenhaken. En dan in de volgende 18 steken 1 vaste maken. In de laatste 2 steken gaan we dan weer 2 vaste samenhaken en dan maken we ook gelijk weer een kleurwissel. Dus ophalen, volgende steek ophalen en die haak je samen met de volgende kleur. De nieuwe kleur omslaan en doorhalen. En de oude kleur knip je dan weer af. Draai het werk weer om.
We beginnen met een nieuwe kleur. En starten eerst met een losse en dan twee vaste samenhaken. En een vaste maken in de volgende 16 steken. Dit is nummer 16 en dan de laatste twee steken ga je dan weer samenhaken en we maken gelijk weer een kleurwissel. We pakken een nieuwe kleur erbij. We pakken een nieuwe kleur op, doorhalen en de andere kleur knip je weer af. Draai het werk weer om. We maken dan eerst weer een losse en dan in de eerste twee steken weer twee vaste samenhaken. In de volgende 14 steken weer een vaste. De laatste twee steken gaan we weer twee vaste samen inhaken. En nu knip je de draad niet af. In de volgende toer gaan we door met dezelfde kleur. Draai je werk weer om. We gaan door met dezelfde kleur. We maken eerst één losse en dan twee vaste samenhaken. Dan maak je in de volgende 12 steken een vaste. En dan in de laatste twee steken maak je weer twee vaste samenhaken en we maken gelijk weer een kleurwissel. Dus die haak je samen met de nieuwe kleur. De nieuwe kleur omslaan, doorhalen. Knip de oude draad weer af. Draai je werk weer om en met de nieuwe kleur beginnen we met een losse. En dan vervolgens weer twee vaste samenhaken. In de volgende 10 steken een vaste. Dit is nummer 10 en dan in de laatste twee steken maak je twee vaste samenhaken. De kleur knip je niet af, in de volgende toer gaan we door met dezelfde kleur. We draaien ons werk weer en we gaan door met dezelfde kleur. Maak een losse en dan in de volgende twee steken twee vaste samenhaken. En dan in de volgende 8 steken maak je een vaste. En in de laatste 2 steken ga je weer 2 steken samenhaken en maken we gelijk weer een kleurwissel. Dus deze twee vaste, die haak je samen met de volgende kleur. En knip de oude draad weer af.
We draaien het werk weer om, starten met een nieuwe kleur, maken een losse en in de twee volgende steken twee vaste samenhaken. En dan gaan we verder met 6 vaste. Zes. En de laatste twee steken, die haak je dan weer samen. De volgende toer gaan we door met dezelfde kleur. We gaan door met dezelfde kleur. We draaien ons werk weer om. Een losse, twee vaste samenhaken. In de volgende 4 steken een vaste. En in de laatste 2 steken ga je dan weer 2 steken samenhaken en maken we gelijk weer een kleurwissel. Dus 1 en 2 met de nieuwe kleur haak je ze dan weer samen. En de oude draad knip je weer af. Draai je werk weer om. Starten met een nieuwe kleur, met een losse. En dan 2 vaste samenhaken. In de volgende 2 steken een vaste. En dan in de laatste 2 steken weer 2 vaste samenhaken. Draad niet afknippen. Draai je werk weer om. We gaan door met dezelfde kleur met een losse. 2 vaste samenhaken. En dan gelijk weer 2 vaste samenhaken. En de draad weer niet afknippen. Je werk omdraaien. We gaan door met dezelfde kleur, een losse. En dan zijn er nog 2 steken over. En daar maak je dan de laatste 2 vaste steken samenhaken in. Dan maak ik nog een losse en dan kan de draad worden afgeknipt. En dan is de eerste hoek klaar. Nog 3 hoeken te gaan. De steken tussen de steekmarkeerders die ga je overslaan. We beginnen met een volgende hoek in de eerste steek na de steekmarkeerder. Dan maak je een tweede hoek, dan de steken tussen de 2 volgende steekmarkeerders, die sla je dan weer over en maak je weer een nieuwe hoek, een derde hoek tussen de 2 volgende steekmarkeerders, de ruimte tussen de 2 volgende, die sla je weer over en maakt een vierde hoek in de volgende ruimte tussen de 2 steekmarkeerders in. Als ik 4 hoeken af heb, dan ga ik alle draadjes netjes inweven aan de achterkant van de steken. Dit is het einde van deel 3. Graag tot ziens in deel 4. Ben je hier nieuw? Vergeet dan niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal en een duimpje onder mijn video's te geven. Druk op het belletje en je mist niet 1 nieuwe video van mij. Je kunt me ook vinden op Facebook en Instagram en op mijn website biancascrochetpadders.com. Hier een suggestie van een andere video van mij. Ik hoop dat je hem leuk vindt.
Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag!